in deze aflevering zien we wat er met het water gebeurt nadat we de wc hebben doorgetrokken. Water dat we gebruikt hebben en het regenwater verdwijnt via het riool naar de waterzuivering om in verschillende fases te worden gereinigd. Zo kan het weer geloosd worden als slootwater. Dit proces gaat in 4 fasen. In de eerste fase wordt de zaak wordt slip bezonken, dus de zwevende delen zakken naar beneden. In de tweede fase daar wordt echt de stoffen afgebroken. En in de derde fase dan zakt het slip opnieuw naar beneden in de uitloopfase. En dan krijg je nog een 4e fase die speciaal voor Ede is en daarbij wordt fosfaat verwijderd. Nou, de eerste fase betekent dat je slip wat je zwevend hebt gaat verzamelen. Dat slip dat laten we gisten. En van het giste slip krijg je dus een soort natuurgas. En dat kun je weer gebruiken voor verbranding. In die tweede fase daar laat je bacteriën het werk doen. De bacteriën die eten zich vol met stikstof- en fosforverbindingen. Die bacteriën die groeien daarvan. En in die derde fase ga je de bacteriën weer uithalen. En een deel ervan breng je weer terug naar die tweede fase en een deel laat je weer vergisten, zodat je weer metaangas krijgt. De 4e fase is speciaal eigenlijk voor de randmeren bedoeld. Er gaat erg veel fosfaat op dit gebied richting via de Eem naar de randmeren toe. Daar hebben we last gehad van algengroei. En daarvoor hebben we afgesproken, wij halen fosfaat extra eruit. En dat doen we in de 4e trap. En waar ontstaat dat fosfaat? Het fosfaat is een stof die een natuurlijke meststof is. Die wij allemaal uitscheiden, die dieren ook uitscheiden, zit in alle mestsoorten. En fosfaat is een van de meest elementaire dingen voor de bouw van de stoffen die je in je lichaam nodig hebt. Dus die zijn er nogal wat? Ja, dat zijn behoorlijke concentraties. Het is een meststof, het is geen giftige stof. Maar dat betekent wel, als je te veel meststof hebt, dat je extra groei krijgt. Als je algengroei krijgt, dat betekent de sloot gaat dicht. Komt er geen licht bij, komt er geen zuurstof bij en dan gaat het alles dood. Nu gebeurde het vroeger nog wel eens dat het regenwater bij een flinke bui het centrum van Ede onder water zette. Om dat te voorkomen is de rioolzuivering flink vergroot in capaciteit. We streven naar een gescheiden stelsel waarbij het hemelwater en het rioolwater helemaal apart gaat. Maar in het verleden is het allemaal via één stelsel gegaan. Dat betekent de installatie die we hier gebouwd hebben is 7 keer te groot. Om te zorgen dat het hemelwater wat meegaat met het rioolwater inderdaad hier afgevoerd kan worden. Dat betekent wel dat als de buien nog groter zijn, dat we op een gegeven moment overstorten krijgen. Dan moet ergens anders naartoe. Ja, daarvoor zijn die overal bekkens gemaakt, neem ik aan. Het mooiste is altijd als je gaat infiltreren. Want we hebben in de toekomst zeker watertekort. Dus als iedereen lokaal zijn water laat zakken in de bodem, dan hebben we ook minder schoon watertekort. Vitens, die zei van, ah, water, water is te zat. Nou, dat is niet helemaal waar, want Vitens piept ook zo langs de rand een beetje. Dat heeft te maken met het feit dat wij ontzettend veel medicijnen gebruiken bijvoorbeeld. Die medicijnen die plast iedereen uit, vooral in urine zit er erg veel. Dat komt in de riolering terecht, dat wordt er hier niet allemaal uitgehaald. Want onze zuivering is niet gebouwd eigenlijk om een zuiver van medicijnen. Dat komt in het oppervlaktewater. Die concentratie van die medicijnen die gaat stijgen. En dan krijg je op een gegeven moment wel last van je drinkwatervoorziening. Ook bij de waterzuivering wordt steeds groener gewerkt. Energie terugwinnen is een van de speerpunten. Daarnaast wordt ook fosfaat, cellulose en alginaat teruggewonnen. Nou, als je kijkt naar de processen die we in de loop van de tijd gehad hebben, dan is het eerste wat we extra gedaan hebben energie terugwinning. Dat doen we dus via dat vorming van gas, natuurgas. Dat kun je gaan verbranden, dan kun je elektriciteit opwekken, dus dat is de energieopwinning. De tweede waar we bezig zijn is de fosfaat terugwinning. Fosfaat is eindig, dat halen we als mineraal bijvoorbeeld uit Marokko. Dat voeren we in, kunstmest. Dat stroomt al naar de Noordzee toe. Dan zeggen we, oké, wij willen graag die fosfaat terugwinnen. Dus dat is de tweede fase die we ingaan. En de derde fase die we ingaan, dat is wat bijzondere stoffen. Cellulose bijvoorbeeld terugwinnen. Cellulose zit gewoon in het wc-papier wat meegaat en allerlei soorten afval. Daar willen we cellulose uit terugwinnen. De vierde stof die we hebben is alginaat. Wij hebben een primeur in Nederland wat waterschap betreft met een zuivering in Epe. En dat is een aparte zuivering via een ander soort principe, is dat met andere bacteriën ook. En die hebben als bijproduct dat ze alginaat produceren. En alginaat is een stof die heel veel toepassingen hebben, maar vrij duur is. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het happen van kunstgebitten.
Daar gebruiken we dan geen rioolalginaat voor, maar wat zuivere alginaat natuurlijk. Maar we hebben wel toepassing in de bouw, waar dat spul toegepast kan worden in beton. Dus die fase gaan we ook in. En dan heel langzaam proberen we dus eigenlijk wat wij noemen het afvalwater te verwaarden. Dus we gaan er waarde aan toekennen en we gaan er zelfs op verdienen. En dat willen we zodanig maken dat wij binnen afzienbare tijd energie-neutraal zijn. Want zo'n rioolzuivering verbruikt ontzettend veel elektriciteit om water rond te pompen. Het slip wat wij overhouden moeten we wegbrengen, dat kost ook geld. Dus we proberen de hoeveelheid slip te minimaliseren, de hoeveelheid elektriciteit te maximaliseren en zo een installatie op te bouwen die energie-neutraal is. Dat is enorm groen bezig. Dat is ontzettend groen, want uiteindelijk is het afvalwater wat je zo zou lozen en alle energie die je eruit kan halen is gewoon winst.